Breda Nu. Nu zowel de horeca als de winkels zijn gesloten, hebben deze twee partijen besloten om elkaar te helpen. Het horecapersoneel brengt nu pakketjes rond van verschillende ondernemers uit Breda. Nou, het initiatief is ontstaan door het ondernemersfonds in samenwerking met de City Marketing en de gemeente Breda. Het is een samenwerking tussen de horeca en nu de retail, sinds retail gesloten is. We kwamen met het idee van, joh, kunnen we samen optrekken. We zitten thuis, niet leuk. Maar laten we er wat positiefs mee doen en zorgen dat wij in ieder geval van de straat afkomen. Nou, dat is gelukt. Het idee is ontstaan door onze centrummanager. Die heeft daar met ons overlegd. En wij hebben de plan opgepakt. En wij, dat is Rob Keteling van de Chaplin, Nanda Kooijmans van hier het hart en mijn persoontje. De bedoeling is dus dat de ondernemers ons voorzien van pakketten die in Groot-Breda, dus Bavel, Ulvenhout, Dorst hebben meegepakt, Teteringen, Prinsenbeek en een stukje Treiden, kunnen ze hier aanleveren en wij gaan die bezorgen. En wij garanderen wat een post NL en een DHL en alle andere concurrenten van ons niet kunnen. Wij garanderen dezelfde dag nog leveren. Ik ben een van de ondernemers die via deze heer de verzendingen laat verzorgen. En daar ben ik wel heel blij mee. Dus ik heb vandaag relatief weinig. Het zijn maar 3 pakketjes. Maar in de loop van de tijd al best wel wat kunnen verzenden. Lekker vlot bij de mensen. En dat vinden mensen ook heel fijn. Het leuke is de samenwerking tussen de horeca en de retail in Breda. We krijgen zo'n band met elkaar. En we hebben allemaal dezelfde problemen. Dat is gewoon fantastisch. En de reacties zijn heel goed. Ook van de mensen waar wij aan huis komen om die pakketjes af te geven. We krijgen chocoladeletters. We worden binnengevraagd een kop koffie. Daar hebben we geen tijd voor. We moeten verder. Maar allemaal hartstikke leuk. Ja. Ja, dat is beter als op de bank liggen. Want dan verstijf je ook helemaal. Dat verzuren je spieren. Dat komt niet meer vooruit. Je wordt lui. En nou ben ik gedreven. Ik zit hier morgens om 10 uur. Nou, we hoeven pas middags weg. Maar we moeten toch alles onder controle hebben. En je doet allemaal je uiterste best. Rob en ik, wij doen een stukje Piaggio en de auto in Groot-Breda. Dus Haagse Beem, afijn. En in de binnenstad, dat doen de medewerkers van hieruit op een fiets. Die hebben zo'n bezorgfiets en daar kunnen die pakketjes in. En die doen dan de binnenstad, zoals ik al zei. Alles staat genoteerd, ze gooien alles in de computer. Ze kleurt degene die wij meenemen, heeft een kleur en de fietsers hebben een kleur. En voor de fietsers hebben we een hele route uitgestippeld, dat ze gelijk bam er tegenaan kennen. En wij pakken het onderweg en met de telefoon, met de Google Maps, en dan pakken we de microfoon. We tellen hem in van even naar Zijlstraat 3 en we worden zo naartoe geloosd. Breda Nu.